leuk dat je weer kijkt naar deze video. Het is natuurlijk volop barbecue seizoen en daarom moesten er wat barbecue recepten op het Oh My Foodies YouTube kanaal online komen. En vandaag maken we een hele lekkere, een hele klassieke salade. We maken namelijk huzarensalade. Voor de huzarensalade hebben we deze ingrediënten nodig. Uiteraard aardappels, hamblokjes, dopertjes, tuinertjes, augurkjes. Dan heb ik hier mayonaise en mosterd. Ik gebruik Dijon mosterd, dus ik gebruik iets minder mosterd dan ik normaal zou doen. Omdat Dijon mosterd best wel scherp van smaak is. Mocht je een andere mosterd gebruiken, dan gebruik je gewoon iets meer. Een shallot. En eieren. En uiteraard komt er ook nog peper en zout bij. We gaan beginnen met het voorkoken van de aardappelen. Ik heb mooie vastkokende aardappelen. Je mag ook kruimige aardappelen gebruiken, maar ik had deze toevallig in huis. En hoewel het er voor de looks misschien niet zo fantastisch uitziet, laat ik de schil wel aan deze aardappelen. Het is namelijk een mooie gladde schil, geen rare plekken, geen butsen of wat dan ook. En in de aardappelen zit gewoon, in de schil van de aardappelen zitten de meeste voedingswaarden. En dat vind ik ook wel belangrijk bij maaltijden. Ik snijd de aardappelen in grove stukken. Puur en alleen om het kookproces ietsjes te versnellen. En deze kook ik vervolgens in een pan met ruim kokend water in ongeveer 15 minuten gaar. Wat ik ondertussen ook alvast doe is de eitjes gaar koken. Ik kook ze in ongeveer 9 minuten gaar. Dan zijn ze hard, maar zijn ze nog wel mooi ja, zacht zeg maar, van binnen. Dat klinkt heel raar. Maar ik vind altijd als je eieren langer dan 10 minuten, dan 9 of 10 minuten kookt, dat ze echt snoeihard worden en heel kruimelig worden. En dat vind ik zonde. 9 minuten dus. Terwijl de aardappels en de ei aan het koken zijn, snij ik alvast de andere ingrediënten in kleine blokjes. Het scheelt zometeen namelijk alleen maar weer werk. Ik snij de augurk eerst in vieren door de lengte, zoals je net kunt zien. En daarna snij ik hem overdwars in kleine blokjes. Ik vind het wel lekker als je zometeen de augurk een beetje herkenbaar in de huzarensalade terugziet. Dus ik snij hem ongeveer in zulke blokjes. Hoeft allemaal niet zo heel erg netjes. Het is een vrij rustieke salade. Het mag best wel een beetje rommelig eruit zien. Charlotte ga ik helemaal fijn snipperen. Mooie kleur hebben die dingen altijd, hè. Kunnen ze zoveel mooier eruit zien dan uien. Ik doe de fijn gesneden augurk en charlotte even bij de hamblokjes in het kommetje. Zometeen gaat toch alles bij elkaar, dus dan maakt het allemaal niet zo heel erg veel meer uit. Maar voor nu scheelt het me gewoon wat ruimte op de snijplank, want die heb ik zometeen ook nog weer nodig. En dan is het alleen nog even wachten op de ei en de aardappel en dan kunnen we de huzarensalade gaan afmaken. Ik haal de eieren met een schuimspaan uit de pan. Die spoel ik even goed af onder de koude kraan. En het water waarin ik de eitjes heb gekookt is niet vervuild of zo door eiwit. Dus daarin kook ik ook nog even de tuinertjes. Deze komen direct uit de diepvries. We hebben ongeveer 5 minuten nodig. Onze aardappelen zijn gaar gekookt. En ik heb hier mijn aardappelstamper. Huzarensalade kun je grof laten. Je kunt er puree van maken. Ik vind het altijd het lekkerst om het te stampen. Dan is het toch net even ietsjes grover dan puree. Maar dan weer niet zo grof dan wanneer je de aardappels in blokjes snijdt. Niet te lang stampen, gewoon net zo lang totdat de aardappelen een beetje platter zijn, om het maar zo te zeggen. Bij de aardappelen in de pan mag de mayonaise en de mosterd. Roeren we even goed door, want dit zorgt natuurlijk voor de smeuïgheid van de salade. Overigens doe ik dit gewoon in de pan omdat ik geen zin heb om nog weer een extra kom te moeten gebruiken. Het is alleen maar meer afwas. En dat is helemaal niet nodig. Daarbij mogen de hamblokjes, augurk en shallot. Lekker! Natuurlijk nog de ertjes. Kijk hoe lekker dit er al uitziet. Is toch heerlijk bij de barbecue. We gaan deze salade natuurlijk even op smaak brengen met wat zout en een beetje peper. Ik heb een van de eitjes grof gesneden en die mag ook bij alle andere ingrediënten in de pan. Het
Het andere ei snij ik straks in plakjes en die leg ik ter garnering van de salade bovenop. Maar je mag ze natuurlijk ook allebei doorheen doen wat jij wil. Goed doorscheppen. En dan is je huzarensalade in principe klaar. Ik vind hem koud natuurlijk wel het allerlekkerst. Dus ik zet hem nog even een uurtje of twee in de koelkast zodat hij helemaal kan afkoelen. En dan kunnen we hem gaan proeven. Oké, de huzarensalade heeft dan ongeveer 2 uur denk ik in de koelkast gestaan en is echt wel afgekoeld. Kijk, ik heb hier de hele bak. Lekker charmant om zo te gaan proeven, maar ja, whatever. Hij ziet er in ieder geval heel goed uit, vind ik zelf. Lekker kleurrijk. Veel beter dan de huzarensalade uit de winkel. In ieder geval qua looks. En ik hoop qua smaak ook. Oh, heel goed. Ja. Ik vind deze huzarensalade by far lekkerder dan de huzarensalade die je in de supermarkt kan kopen. Super kleurrijk. Je proeft alle afzonderlijke ingrediënten en samen is het echt heel erg lekker. Lekker vers. En zo gemaakt eigenlijk. Stelt helemaal niet zoveel voor. Dus, ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren met het zelf maken van barbecue salades door middel van deze video. Mocht je nou nog vragen hebben, opmerkingen, whatsoever, laat me dat dan zeker even weten. Bedankt voor het kijken en hopelijk zie ik je gauw weer. Doeg!